Hallo back Legion en welkom bij een nieuwe part van The Bureau XCOM Declassified. Er is nog niks veranderd. Ik heb nog een paar settings veranderd en geprobeerd en van alles en nog wat, maar niets helpt echt. Mensen met 780's en SLI, 780's, de nieuwe serie, die halen ongeveer 80 fps. Terwijl een 780 toch echt een stuk beter is dan een 580. Die foto hadden we al gezien. Dat hadden we ook al gezien. Maar oké, game. Maar mijn kaarten draaien nu op dit moment op de helft ongeveer. En die hebben dan 60 fps. Dus dat is wel goed. Maar ja, ik weet niet wat allemaal het probleem is. Echt geen idee. Dit hebben we allemaal gehad. Dank u, game. Waar moeten we trouwens naar de wing to the engineering wing ofzo? Dat zal hier zijn. Yup. Maar wat het probleem is, weet ik niet. De mensen met AMD-kaarten moeten Nvidia Physics uitzetten. Dan hebben zij geen enkel probleem in principe voor 40 fps of zo. En zonder recorder of met recorder maakt geen zak uit. Zoals bij de 18 fps momenten. Bijvoorbeeld die ik in de vorige part had. Als ik nou wel of niet record, maakt niet uit. De videokaart blijft gewoon niks doen. Omdat die game niks vraagt. Dus dat is het probleem. We gaan naar Falk toe. Falk. Never ignore my orders again. You're lucky things turned out as well as they did with Dr. Weir's rescue. I'll overlook it this time. I understand the situation is getting to you. Did Weaver tell you that? Or you just figured it out on your own? I need to know I can trust you, Carter. I took a big risk including you in this operation. And I'm about to take another. Dat is mooi voor jou, maar dan nog. Als ik Civvies red, dan red ik Civvies. Interrogate the captain, but we absolutely cannot afford another breach, especially not now. We can't afford to let. Okay, dus ik moet gewoon die dude in de gaten houden, zeg maar. I've been wanting to have a talk with that infiltrator. There's a lot we can learn from him, but right now there's one piece of info that could help us end the war. End the war, nou al. Waar de fuck is die jongen? Daar binnen? Wat is dat, een UFO? Impressive. But can it win the war? Ja, dus. It can give us a fighting chance. Dan moet een UFO voorstellen, oké. Okay. Goed bezig, game. Even kijken, what do we know about the spy? We've been running a barrage of tests on it. Preliminary interrogation, medical checks. The boys in the lab even took a look at the devices implanted in him. Find anything useful? We don't even know his name. Or if his kind even have names. But we have reason to believe he'll be more responsive now. Okay. Lock him in solitary for a couple weeks? You might be closer than you think. In a recent examination, our surgeons removed this from his head. We think it's some kind of communication device. Okay, apart shit. We're not sure. Weir thinks it was his connection to Mosaic. That's their communication network. According to Dr. Weir, yes. Whatever it is, ever since we removed this thing, the infiltrator's been less aggressive, more. Maar die student van Dr. Weir, die zei ook van bla bla bla, save him, he's the key to Mosaic of zoiets. En die student was een alien, maar die heeft waarschijnlijk dat ding dus ook afgebroken, die ontvanger, zeg maar. Dat zijn de dingen waar ze het nu over hebben. Daarom dat hij ook wel vriendelijk was. Misschien, denk ik, gok ik. Weir's been studying their transmissions, and he believes they're coming from a single source. That's this Mosaic thing they talk about? Yes. The doctor says his measurements prove that it's some sort of central command, possibly even a single being. And if our tests are correct, it is indeed more than just some sort of radio network. How so? After studying the infiltrator's implants and physiology, we believe it connects directly to the minds of the outsiders. So okay, apart. Mosaic's core. We shut down every outsider on this planet. That's the idea. But we need to know more. Dat is inderdaad wel slim, maar dat is ook dom van de aliens om eerlijk te zijn. It's an impressive flying saucer you've built. Actually, the Air Force was already toying with a prototype like this. Our German associate just made a few modifications. Aha, German associate, en dat is wel een belangrijke. In de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen natuurlijk alles binnengevallen. De Duitsers waren met gigantisch veel dingen bezig. De Duitse laboranten, zeg maar, de ingenieurs, hoe je het allemaal wil noemen. De geleerden in ieder geval waren
ver hun tijd vooruit. Echt heel ver hun tijd vooruit. En toen ze de Amerikanen binnen zijn gevallen, hebben ze gelijk die geleerden meegenomen naar Amerika toe. En zo is NASA heel groot geworden in principe, want die Duitsers hebben ervoor gezorgd dat die raketten en shit naar de maan konden bijvoorbeeld. Daar waren de Amerikanen helemaal nog niet mee bezig. Nou ja, mee bezig. Ze waren er wel mee bezig, maar konden er gewoon geen zak van. Dus ze hebben Duitsers meegenomen naar Amerika en die waren al lang met raketten bezig en spul. De Duitsers waren in principe heel erg een tijd vooruit in de Tweede Wereldoorlog. En daarom zijn we met NASA en shit en UFO en alles veel. Die Duitse geleerde wat hij voor had. Is gewoon een of andere natie eigenlijk. Een mof. Die, dat klinkt als Richter. Maar oké. Die dus die dingen kunnen ontwikkelen allemaal. Vandaar. Dus dat is wel, misschien vind je het interessant om te weten. Bij deze. We gaan degene die duurt, interrogaten. Ik ben benieuwd waar de fuck die duurt is. Aan de andere kant neem ik aan. Dit gaat apart zijn zonder veel actie, denk ik. Kijk, ready room, laboratory. Ik weet niet wat de fuck is dit. Fuck ga ik heen. Shiner? Wat de fuck is nou weer een shiner? The fuck zijn jullie hier allemaal aan het doen? Report. Enemy infiltrators. Ze hebben dus received double guard at all times. Visitors. En dat soort bla bla bla. Geen zin om te lezen. Als duurt het helemaal te lang, want het is die, al die dialogen zo een beetje saai. What the fuck is dat? Wil ik het weten? Waar moet ik heen? Kan ik niet zien. Dat is spijt. Ah, daar. Jawel. Enemy infiltrators. Come while you perform tests on men, like livestock. These tests serve to protect. Hier Heinrich is dort wieder. Don't fucking care. Listen. Pak zoveel mogelijk secrets mee natuurlijk. Hey, zit de test ermee. Puur om extra zooi eigenlijk. Waarom weet ik eigenlijk niet, want ik lees de helft nog niet, maar gewoon voor de collectibles. Voor het idee. Salvage report on a gunship. Hier kunnen we allemaal niet naar binnen, denk ik. Nee, het is allemaal rood voor een reden. Allee, we hebben hier in ieder geval alle dingen meegepakt. Daar ging het mij om. Ah, William. Welkom to our newly refitted laboratory. Oh. Damn, we gaan dat toch maar aanspraken. Ik zou graag een tour van de faciliteiten geven. Ja, heer dokter? Ja, natuurlijk. Ik zal gewoon Heinrich to his tests. Oh ja. Moet ik nou met je meelopen? Ga je me serieus shit uitleggen? Oh ja. It's where we test the new equipment and applications. Okay. It's all quite experimental, so don't use anything here until it's been cleared for the field. Alright, no problem. En wat is hier te beleven dan, Dr. Weir? Krijgen we een demonstratie, please? Dat zou wel vet zijn. Here we go. As you see, we have the automated turret deployed, but we cannot draw a line of sight on any targets. Nee, inderdaad. The target out from behind its cover to get a clear shot. Ja. If you face many targets, it might be a better option to lift your turret instead. Ah. Dat is wel chill. Dat is wel slim. The engineers are especially proud of the gyroscopic stabilization that makes that possible. It'd be a shame not to put it to use in the field. No, Carter. Is that all? Ik vind het fucking badass. Nee, inderdaad, dat is slim bedacht. Dat is goed gebruik van je powers. Dat is heel handig. Waar de fuck is die deur naartoe? As you may have guessed from the glow, this is where we store element 115, or Illyrium. Understanding it is vital to our ability to adapt and adopt. Element 115. Zombies! Oh no! But I'm sure you didn't come here just for a guided tour. I'll leave you to your duties, William. Geen probleem, man. Thanks. Maar ik ga wel even een beetje praten alsnog meer. Expressed my gratitude for the rescue you provided me. Happy to do it. Happy to have a man like you on board. We need all the help we can get. Appreciate it, Carter. I hope I live up to your expectations. Oh, sowieso wel.
In fact, you can start now. I have a few questions about what went on back at Rosemont. Yeah, inderdaad. Though I have to admit, I'm not sure I understand it all either. Not something I'm typically eager to admit, by the way. Where shall we start? Hi, Lawrence, inderdaad. Your system was one of them. Yes, well, believe it or not, I'm as shocked as you. More so, I dare say. He was so dedicated, so curious. That's no excuse. But how could I have been such a fool? You're lying. I'm supposed to believe you worked side by side with an enemy operative and never had any idea. And they call you... Gardas, well, you will, Agent. I was fooled by someone I came to care quite deeply about. I don't expect you to fathom the intricacies of human emotion, but I don't care for your insinuations. I am as much a patriot as any enlisted man. They didn't hire me for my sensitivity, Doc. Sorry if my heart doesn't go out for a traitorous alien. The question is, traitorous to whom? He provided us with invaluable information. Your assistant mentioned something called... Dat had ik nou weer niet gezegd, want dat maakte mij toch geen zak uit dat hij met die dude... Dat kan toch, dat trap je in. Damn, die AA in de achtergrond trouwens. AA staat op high. De hoge kan die niet, dus hij moet al die fucking kut paintlijnen weghalen. Maar in de achtergrond zie je het heel duidelijk bewegen. Als, zoals nu, daar op die console links onderin, zo maar in het midden zo'n beetje. Met al die knopjes, dat beweegt continu heen en weer. Dat zie je wel dansen, dat stront is dan. Dat valt echt op. Zo, Sleepwalkers. The stuck ones, the ones who can't stop doing the same thing over and over. What's the skinny on them? Are they us? Or are they them? Be honest, I haven't the foggiest. I can say it was horrifying to witness my students, one by one, falling victim to the condition. How does it operate? Why does it only take some people? A mystery is yet one I aim to get to the bottom of. I did notice trends, more students than professors, more whites than blacks. Nothing I can yet identify as the source. Okay. Tell me, why are you so valuable? Falk seems to think we can't win this thing without you. I suppose he regards the work I've been doing with ARPA as essential. I've been tracking audio signals gathered by a telephone. Waarschijnlijk iets met alleen maar blanken en studenten, dus blanke kinderen waarschijnlijk. Mensen die je nog veel kunt leren. Ik denk dat de aliens dat willen, want voor kennis gaan ze niet. Over de wereld, blijkbaar. Anders zouden ze het wel geleerden pakken. Of een, weet ik veel, een natuurkundige, maar... Ze gaan voor jonge blanken. Zal inhouden misschien, ik weet niet voor wat, maar... Ik gok ook maar wat natuurlijk. Oh ja. Oh ja, prima. Allee, we gaan met de infiltrator praten. Done playing dress up? This one can no longer hide. Those systems were corrupted by your scientists. Yeah. Gloat all you want about your superior technology while we've got you tied to a chair with a rope. You want revenge for your fellow warrior. Go ahead and take it. Nothing you do will stop the Zujari. The Zujari? A visit to your home, and you're gonna help us get there. A counter invasion. Ha! The more you resist Mosaic, the more you will bring death to your world. You think you have seen our strength? This is just an expeditionary force preparing the way for our armies. Uh-oh. We will destroy you. That's crap. We'll see about that. Maar ik denk dat hij bluft. Makes sense. You will join our empire or you will die. For us, there are no other choices. Use some force or start the questioning. Use some forces. Okay, let's make this easy. Here's the deal. You're gonna tell me what I need to know, and if you don't... There is no pain you can inflict that we have not already endured. Take whatever revenge you want. Het enige... Take revenge? Nah, let's try something else. Let's try something else. Our white coats say there's been a change in your attitude. Maar het enige wat je heel wat hoort is die vuisten op de dingen. De dialoog is fucking zacht. It is many things. Our shield, our beacon, our focus. It is Mosaic. If you think cutting a connection will make this one weak, make me weak, then you are sorely mistaken. What exactly is Mosaic? You would think of it as a broadcast, a network. Each of us are connected to it. It unites us. It's how you receive your orders. Our orders, our faith. Mosaic delivers truth, or maybe what Aura
origin decides is the truth. Ah, okay. What do you mean? Why don't you just do yourself a favor? Just talk straight to me and tell me about this origin. Maybe we can help you. You are more civilized than would be expected for such divided creatures. It is not a weakness. Nothing is as I thought. Nothing is as Origin told us. Listen. Ah, oké. Okay. Duidelijk, ja, ik snap wat hij bedoelt. Dus Origin heeft gezegd van, ja, die lui die killen je ons uit, zeg maar, terwijl die lui gewoon praten en niet zoals wat hem verteld is. What Origin has forced us to do for our world. Forced me to do to other worlds. You don't have to let Origin control you. Tell us how to stop him and you can be free. We can destroy Mosaic. You can all be free. Yes, but Mosaic cannot be destroyed. Mosaic is not a single place, not a solid thing. Uh-oh. And soon it will consume your people as it has so many, as it did mine. Okay. We can stop it. It sounds like you're giving up. Fine. Tell them where we are. This is a foolish decision. Mosaic will know our location immediately. Origin will see. Damn, oké. Okay. Maar dat is waar ik het al eerder over gehad. You'll return a hero. Go on. Join the inevitable. No. I cannot go back. Dit is echt scheid. Ik heb aangeklikt dat hij dat moet zeggen van het lijkt ziet er nou uit dat je het opgeeft en dan verwacht ik een dialoog van nee, dat doe ik niet. Want ik vecht bla 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 bla. Maar hij zegt voor fuck's sake heel iets anders. Dat vind ik echt scheid. Dat meen ik serieus. Dat vind ik echt slecht. Zo zijn dialogen echt crap om te doen. Maar ik was eigenlijk nog niet klaar met praten. Want ik wou andere shit aanklikken dan als jij het over niks zegt, William Carter. Nice work in there, Carter. I bet the director wanted to tell you that himself. Was he watching? You even have to ask that question? He's waiting for you in ops. Dat is mooi. Ik ga eerst naar de dingen toe. What did you want to talk about? Yeah, a bit of a mishap, William. Ah, great. As you know, our most pressing goal is to develop a test to determine the humanity of our personnel, if you will. We've had a breakthrough, discovering a signal which causes the Zilicoids to become quite agitated. But as you can see, your test subjects escaped? Indeed. Perhaps the signal agitated them a bit too much. Why haven't we been put on alert? With our current tension, can you imagine how people would panic? I'd rather we keep this little incident between ourselves. Oh my god. What exactly do you need me to do? Yeah, die ding killen waarschijnlijk. Are likely to be hiding in the ventilation or other subsystems. Their distinctive trail should make it easy for you to track them or destroy them. Good hunting. Good hunting. My god, track down and neutralize the Zilicoids. Okay, is dit op hier? Kunnen we hier naar binnen dan? Waar de fuck zijn die Zilicoids dan? Officer, you're new here, aren't you? Yes, sir. They rescued me up from outside Louisville. Alright, welcome aboard. To speed. Yes, sir. Prisoner is secure, mostly docile, and Falk has things in hand. I'd say it's going pretty well. We could use right, more good attitude. Kind of optimism around here. Really, sir? It seems like you've got things in hand here. In the base, maybe. But most of these people haven't seen what it's like out in the field. Right now, they're still excited to be alive and kicking. But if it starts getting worse out there, well, they'll need someone who can keep a smile on their face. How's about the prisoner. The containment room was designed to act as both a brig and a lab. Okay, yeah. So he's well contained. Not as he's been trying to get at. Okay. You think he's planning something? Can't say for sure. Any other prisoner, yeah, but since they removed that controller thing from his head, he's been a different man. Or I guess I should say, different creature. How much do you trust Falk? I trust him with my life, sir. After all, if it weren't for him and his teams, I'd still dat klopt. Maar Falk vertrouw ik zou ook niet helemaal mee eens zijn. You said you were rescued from outside Louisville? Yes, sir. Fort Knox in particular. Agent De Silva and his team were recovering something from high value storage. Ah, oh ja, De Silva. Er was 90% dood in Fort Knox. En hij was dus een van de 10% die het wel heeft overleefd.
How exactly did they prove that? Just like checking for Reds. Sing the Star Spangled Banner, ask what happened in the most recent episode of Captain Thunderclap, and so on and so on. That's all. Yeah, yeah. Sir, good luck. Als dat de test is. We demand to have access to the outsider. We have vital questions that demand. Kan ik hem nog meer vragen? Nee, ik mag de outsider niks meer vragen. Dat is crap, jongen. Dat haat ik serieus. Daar kan ik, dat stoor ik me heel hard aan. Ik weet het een beetje muggenstifterij vinden misschien. Maar als die game iets zegt van zo en zo. Als dialoog. En vervolgens is het totaal iets anders. Ja, dan vind ik dat gewoon belabberd. Dan vind ik het echt gewoon slecht. Dan zou dat ook daadwerkelijk moeten staan. Wat, of dat, hij moet het zeggen wat er staat. Niet een of ander verhaal eromheen. Het komt helemaal niet op hetzelfde neer. Zoals met dat van... je geeft de moed op. Daar kwam er helemaal niet in voor. Dat leek er niet op wat Carter allemaal zei. Dus ik weet niet. Dat vind ik gewoon... dat vind ik slecht. Dan ben ik serieus. Dan ben ik gewoon slecht. Ah. Ah, dat was dat. Looks like I found the first of Heinrich's blobs. Ah, die dingen zochten we, oké. Nou weten we tenminste wat we zoeken. I'm afraid to ask. Die duty durft mij niet te vragen hoe en wat. Oh. Hier heb ik nieuwe intel zo te zien. Inventory testing, I don't fucking care. Wat kunnen we hier doen? Carter, what's this I hear about people sleepwalking through cities? We're still figuring it out. What the outsiders did to them, we don't know how to fix it. Sounds like a friend I knew back in the service. Mine just snapped. I'd rather be dead. The worst part is they couldn't even end it if they wanted to. Mustn't start thinking like that, Carter. You start down that path, and you just start wondering what the point is of anything. Tell me more about that friend. Eigenlijk boeit me dat vrij weinig, dus skip ik even. Maar ik klik het puur aan zodat ik met hem heb gepraat. Jee. We should be able to hold off for another month, maybe more with tighter rationing. Oké, dus een maand of weer. Dat is niet gelijk. Has he always been this paranoid? No, not at all. In fact, I remember what happened to him. It's not hardly my place to tell his life story. Dat ging over volk in ieder geval. Even kijken, kunnen we hier naartoe? Wat ligt hier? Security screening, bla 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 bla. Maar geen blob hier. Ik zoek namelijk blobs, maar die zijn hier niet. Daar mogen we niet langs, oké, dat is duidelijk. Duidelijk game, duidelijk. I will turn you in as an infiltrator and see you in front of us. I know we're all dealing with a lot right now, from weeks living underground to the threat of extinction. My personal store, Thunder Cola, will turn you in as an infiltrator and see you in front of a firing line. Edmund. Okay, wij gaan die cola jatten sowieso. Wat wil die jongen doen dan? How could somebody leave a mess like that? Whoa, oh, blob. Carter, have a little decency, would you? What the hell's happening in there? That was a blob. You washed your hands at least. Nope. That was a blob. Where's the blob? I don't know where the blob is. Blob, 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 blob. Where are you, blob? Ik zag een blob, maar ik kan ook niet schieten. Ik was aan het aimen en shit, maar ik kon gewoon niet schieten. Ah, oh, ik mag hier nog niet in. Hier dan, ook niet. Ik hoor ze wel, maar...
Ik kan er gewoon niks wat mee doen. Ik hoor ze wel in ventilatie een beetje tikken en shit, maar. Dat is echt spijtig. Dat is jammer. Ik wil blobs hunten. Game. Blob hunting. Praten we tegen deze dude aan. Oh, volk is daar boven. Looking for a few answers? Nee, want we dat al. We moeten weer terug naar boven. Ja. Wat een gedoe. Het is alleen maar gelopen, geen actie in deze part. Kan niks doen. Die game is gewoon op deze manier opgebouwd. Oeh, hier moeten wij heen. Zo te zien. Ah, we krijgen actie nu. Ik kan niet eens terug. What the fuck? Het was al dood. Is het nu dood dan? Nog niet. Was dat het? Yep. Aha, nice quiet. Oh, jachtje toch. Oké, is een ander briefje, screening test. Het leeft nog steeds. Er leeft nog steeds shit daar binnen, maar oké. Goed bezig, game. Allee, dan moeten we terug naar Heinrich van Spoedelwasser. Hoe die gast ook heette. Kunnen we nog met haar praten? Jesus Christ. Ah. Maar we gaan met haar praten en we terug naar Heinrich. En dan hopelijk eindelijk actie beleven in de volgende part. Dus dan zie ik jullie weer later. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwde games kopen? Zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.